kastje. En je rijdt overal te hard. Dus. Ik denk dat wat belangrijk is, is dat ik denk dat er iets van opluchting speelt. Dat we hebben natuurlijk gezien dat de economie. Na 800 meter ga links op de rotonde, de tweede afslag. Zekerheid was van wat gaat die economie nou doen? En nu zien we eigenlijk, er is toch een soort vaste bodem. We zien een hoop indicatoren zien we dat die stabiliseren. En dan moet ik links af, dat we meer tot onzekerheid. Nou, nee, goed. Alleen daar al. Hier een baan, nou weet ik al de weg. Optimistischer van worden. Toch een goede weg. Die weg is veranderd hier, mama. Ja. Toen helemaal naar Dongeling. Maar zinmarkt toch op? Ja. We zien inderdaad in het consumentenvertrouwen dat mensen ook de koopbaarheid. Komt de weg was niet meer terugkennen, al zo lang geleden. Ga links op de rotonde, tweede afslag. Ik dacht de goede afslag gehad, mam. Ja, toch denken wij dat het nog wel eventjes tot in volgend jaar zo. Rustig, ja. Voordat we echt wat gaan uitgeven. Goed. Bedrijfsinvesteringen. Rustig. Het is geen auto. Is het tuincentrum geweest? Ja. Ook daar is het op een gegeven moment opwachten. Neem de afslag. Dat bedrijven die. Ja, nee, heel veel. Rustig, het is geen auto, ja. Dus veel machines die worden nu niet gebruikt. En de vraag die kunnen ze nog makkelijk aan. De vraag eerst moet stijgen voordat. Ja, veel aparte dingen gaan denken om nieuwe machines te kopen. Ja, en dat duurt ook tot eind volgend jaar voordat we daar echt weer plussen gaan zien. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Sjouw van Kalshoven, hoofdeconoom van ING. Gregory Sedok heeft van bondscoach Troy Douglas een plaats gekregen in de estafetteploeg op de 4x100 meter. De ploeg komt vanavond op de wereldkampioenschappen in Berlijn in actie in de series. De rest van de ploeg bestaat uit Kevin. Kastje. Over 300 meter. Robert-Jan Derksen heeft zich verzekerd van een langer verblijf op het KLM Open Golf. Hij liep in Zandvoort een ronde in 66 slagen, dat is 4 boven par. Hij maakt daarmee een forse sprong voorwaarts in het klassement. Maarten Lafeber die speelde niet goed vandaag. Hij liep de baan in 73 slagen en mag morgen niet meer in actie komen. Hetzelfde geldt overigens voor Inder van Wereld en Taco Remkes. Er werd al gefluisterd dat hij misschien wel bij Ajax zou vertrekken, aanvaller Louis Suarez. Na zijn 4 doelpunten van gisteravond in de Europa League tegen Slovan Bratislava is hij helemaal hot. Het probleem voor Ajax, de internationale transfermarkt, is pas 1 september. Meer kastje. Ajax is even Maarten Wijfels van AD Sportwereld. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Daar knijpen ze hem zeker wel een beetje bij Ajax. Ja, je merkte gisteren na de wedstrijd toch wel iets van gevoel van nou wat zou er gebeuren die laatste week. En Ajax is er dus op zich van overtuigd dat ze hem kunnen behouden. Alleen, ja, je weet nooit wat er in zo'n laatste week gebeurt als er krankzinnige bedragen geboden worden door een club die bijvoorbeeld zijn spits geblesseerd ziet raken. Ja, dan blijft het toch nog de vraag wat er gebeurt. Ja, is het bekend of de clubs concreet interesse hebben dan gisteravond? Wat was dat? Nee, op dit moment niet. Alleen, je kunt uit die vraag wel winnen. Ja, er zijn wel clubs die op de tribune hebben gezeten en die Suarez al langer volgen. Dus die zullen ongetwijfeld weer een extra aantekening hebben gemaakt naar zijn 4 goals. Zou die zelf weg willen? Hij heeft zelf steeds gezegd, ook gisteren weer, dat hij wil blijven. We zitten een jaar voor het WK. Hij denkt dat hij met Uruguay het WK kan halen en hij is de basisspeler, dus dat wil hij niet in de basis van leggen. En hij doet het best in de Ajax. Dus op zich wil hij zelf blijven, alleen ja, stel dat FC Barcelona komt, dan wordt het toch heel moeilijk. Dan wordt het toch heel moeilijk, ja, want veel Ajax-spelers die hebben toch wel moeite om de top te halen als ze zijn vertrokken. Denk aan Ryan Babel, Liverpool, Sneijder, Huntelaar. Gaan de spelers vaak niet te vroeg weg bij Ajax? Ja, dat is het probleem van die club en in bepaalde gevallen ook nog van die spelers. Je hebt inderdaad een rijtje van jongens die op vrij jonge leeftijd zijn weggegaan en die het dan niet gemaakt hebben in het buitenland. En vroeger de generatie van Basten, Rijka, dat soort jongens die gingen tussen 5, 6, 27 waren. En die waren er toch meer klaar voor dan jongens van 22. En Suarez is 22. Dus het zou wel eens een te vroeg vertrek kunnen zijn. Als het zou gebeuren. Als het zou gebeuren, daarom wil hij zelf in principe ook echt wel blijven. Alleen ja, een club komt in Barcelona, zijn schoonouders die zijn daar net gaan wonen. Dat is toch zijn favoriete club. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Dat ziet hij zelf ook wel. Dankjewel. Ajax-verslaggever Maarten Wijfels van AD Sportwereld. En zometeen hier de BNR, moeten ouders sneller zetten. Innovatie, BNR Denktank, hoger opkomen, BNR Carrière, mobiliteit, de Nationale Autoshow en succes behalen. BNR Leiderschap, de BNR Specials, inspirerend voor ondernemende mensen. Dagelijks om 14:30. Hè? Op BNR. Wat zit ik erin? Ja. Nou heb ik het toch niet gehad. Nou doet hij het weer tuteren. Tuteren. Nee, pap, ik best in nou te hard rijden om te laten tuteren. De brancheontwikkelingen in omliggende landen uit zijn laptop tovert. Pap, die weet de weg nou toch voor ons, of niet? Ja. Nou. Zij hebben zo vaak hier. Dan maak